Hallo lieve stier, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 41, 7 oktober tot en met 13 oktober. Het is een algemene reading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve stier, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Hoofdthema voor de stier. Oké, en dan zie ik eigenlijk dat je bezig bent om in balans te komen. Ook qua vriendschappen en familie en dat soort zaken. Dus hoe... kan ik toch nog contact houden met mensen, maar hoe loop ik mezelf dan ook niet voorbij? Het voelt alsof je nog een vrij druk programma hebt, waarin het dus altijd zoeken is met hoe en wat. En ik zie ook dat je de contacten nodig hebt, dat je er steun uit kan halen, wat je ook weer in balans brengt. Dus het is een beetje dubbel. Het is uit balans en in balans. Laten we even verder gaan kijken wat je verder deze week kan gaan verwachten. Lieve stier. Oké, dan zie ik eigenlijk dat je soms te veel in je denken zit. En je blijft maar in rondjes lopen en in spiralen zitten. En je komt er niet uit. En dan hoor ik ook, dan heb je weer de investering nodig van mensen om je heen. Om even je gedachten te kunnen uitwisselen. Om er even naar te luisteren. Om zo weer dichter tot jezelf te komen. Je bent te veel aan het nadenken. Waardoor je er niet uitkomt. En je ziet veel meer problemen soms dan dat het er daadwerkelijk is. Dus neem je tijd. En ja, het gaat misschien wat langzamer dan dat je graag wilt. Maar met de juiste intenties kom jij er wel. Laten we eens even gaan kijken nog naar een mooie boodschap voor jou, lieve stier. Ik doe het goed op mijn levenspad. Ik ben trots op mezelf. Lieve stier, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.